Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En vandaag gaan we het hebben over flexibiliseren van wonen en werken. Ofwel het verlies van bestaanszekerheid in ons dagelijks leven. Of het nu gaat om onze positie op de arbeidsmarkt of om hoe we wonen. Steeds meer aspecten van ons dagelijks leven worden steeds vaker geflexibiliseerd. We verliezen onze rechten, bijvoorbeeld waar het gaat om onze woning of waar het gaat om onze arbeidsomstandigheden. Dit wordt vaak flexibilisering genoemd en over het algemeen wordt gesuggereerd dat het een positieve ontwikkeling is. Want flexibel, dat is leuk toch? Je zit nergens meer aan vast. Maar is dat eigenlijk wel echt zo? Of is flexibilisering ook te duiden als een negatieve ontwikkeling? Heeft het ook veel negatieve effecten? Daar gaan we het vandaag over hebben. En ik heb twee gasten. Elina Arisse van de Bond Precaire Woonvormen. En Ruben Bres van FNV Young and United. Elina, ik ga eerst even naar jou. Bond Precaire Woonvormen, wat is dat ongeveer? Bond Precaire Woonvormen, dan moet je denken aan een vrijwilligersorganisatie waarbij wij ons inzetten voor de positie van flexhuurders. Wat in toenemende mate aan de hand is in Nederland. En die zitten dus in precaire woonvormen. Die zitten in woonvormen die niet meer als structureel gezien kunnen worden. En daardoor toenemend precair. Dus ja, in een hoek gedreven. Mm-hmm. Ruben, Young and United, mm-hmm. Een specifieke afdeling binnen de FNV. Ja, klopt. Wat voor afdeling is dat precies? Young and United is de afdeling voor jongeren tot en met 35. En richt zich eigenlijk specifiek op problemen van jongeren, of althans om de oplossing daarvoor te bieden. Dus de eerste campagne ging tegen het jeugdloon. Was tegen het jeugdloon, ja. Oké, prima. Goed, we gaan het hebben over flexibilisering op de huurwoningmarkt en flexibilisering op de arbeidsmarkt. Je noemde het net al een beetje, het precariseren, zoals het ook wel genoemd wordt, ja. Van onze positie op de huurwoningmarkt, waar veel mensen tegenwoordig te maken mee hebben. Kun je daar iets meer over zeggen? Wat is dat precies, flexibiliseren? Ja, je kunt dit vanuit heel veel verschillende standpunten gaan vertellen. Vorig jaar, per 1 juli, verandert er vaak veel in de wet. Dus vorig jaar in de huurwet is er een toenemend aantal flexcontracten toegevoegd. En daardoor wonen een toenemend aantal mensen met een flexibel contract. Wat houdt het in, wonen op een flexibel contract? Dan moet je denken aan bijvoorbeeld een campuscontract, een jongerencontract, waarbij ze maximaal 5 jaar... na hun campuscontract via studentenhuisvesting ergens mogen wonen. Dan moet je denken aan Antikraak. Dat zijn eigenlijk wel de 3 grootste voorbeelden op dit moment. Maar het begint dus ook binnen woningbouwverenigingen op te rukken. Dat daarin ook steeds meer flexibel verhuurd gaat worden. Dat begint echt een trend te worden in heel Nederland. En hoe is zo'n flexibel contract anders dan een standaard huurcontract zoals we dat vandaag de dag kennen? Dat het niet meer vaststaat dat jij daar bijvoorbeeld je hele leven kan wonen, wat vroeger iets heel normaals was. Dat is absoluut niet meer zo. Er worden steeds vaker dus termijnen op die contracten gezet. Een jongerencontract is 5 jaar. Een campuscontract is gewoon tot het einde van je studie en dan nog een half jaar daarna. En daarna moet je iets anders gevonden hebben. Wat heel erg lastig is tegenwoordig op de sociale huurwoningmarkt. Want meestal heb jij dan nog niet de wachttijd die benodigd is om aan een goede woning te komen die betaalbaar is. En moet jij in de vrije sector gaan kijken wat al aan zich heel flexibel is, particulier. Je moet een bepaald inkomen verdienen, wat heel erg lastig is. En dan komen we meteen al bij een raakvlak met Young and United, omdat veel mensen dus ook flexibele arbeidscontracten hebben. Mm-hmm. Dus die dingen werken op elkaar in en versterken elkaar. Dus een belangrijk verschil is, als ik goed begrijp, normaal is een huurcontract in principe voor onbepaalde tijd. Ja.
Je kunt niet zomaar ook je huis uitgezet worden. Nee, je hebt gehuurrechten. Bij een flexibel contract is er een beperkte duur waarop dat contract geldig is. Ja. En daarna moet je je huis verlaten. Ja, en daarin is zelfs al een nieuwe trend, bijvoorbeeld bij Stadgenoten in Amsterdam, dat ze gaan kijken naar jouw levenssituatie. Dus bijvoorbeeld, jij woont eerst met een gezin in een woonruimte en daarna gaan jouw kinderen uit huis of je partner overlijdt of iets dergelijks. En dan kan er ook worden gezegd, nou, jouw situatie is veranderd. Jij hebt niet meer een dergelijke woonruimte die zo groot is nodig. Jij moet daarom verhuizen naar een woonsituatie die nu beter bij jou past. En dat werkt dus alleen nog maar meer in de hand, dat je flexibele contracten hebt, dat je steeds moet verhuizen, dat je eigenlijk een soort nomade wordt op de woningmarkt. Dus niet wordt gezien als van, ik ben een mens en ik heb een plek nodig om te wonen, om het te ontwikkelen, om me prettig te voelen in de buurt. Nee, ik word gezien als een soort handelswaar, mm-hmm, die heen en weer wordt geschoven op een woningmarkt, waarin eigenlijk dus blijkbaar andere belangen spelen. Nu zullen sommige mensen zeggen, ja, maar goed, als je op een flexibele basis ergens voor een x-aantal jaar gewoon kunt wonen en je weet, ik zit hier 5 jaar goed, mm-hmm, is dat per se problematisch? Sommigen vinden van niet, inderdaad. We spraken laatst met een panel waarin een meisje zat dat zo'n jongerencontract had. Mm-hmm. En die zegt dan van, nou, ik vind dat helemaal prima, ik ben hartstikke blij mee. Maar ja, daarna weet zij niet wat zij gaat doen. Dat weet zij echt niet. En heel veel mensen die wonen ook gewoon weer bij hun ouders, omdat ze gewoon niet anders kunnen. Dus ik vraag me echt af van, hoeveel mensen hebben daar eigenlijk aanspraak op? Want het is tot en met 27, zo'n jongerencontract. Dus ja, je moet er ook maar net binnenvallen, binnen de voorwaarden. Mm-hmm. Het moet maar ook beschikbaar zijn, want ook daarvoor zijn weer wachtlijsten. En dat is gewoon niet zo dat iedereen daar maar heel makkelijk gebruik van kan maken. En nu had je het net ook over een andere constructie. Had het even kort over antikraak. Wat wil dat ongeveer zeggen? Wat is dat voor iets? Dat is via de leegstandswet. Het bestaat al best wel een tijdje, 20 jaar. Maar sinds 2010, 2012 begint het echt al heel hard toe te nemen. Dat mensen in dat soort woonvormen gaan wonen. En dat betekent dus bijvoorbeeld in een leegstaand kantoorpand. In een pand dat gerenoveerd moet worden. Waarin bijvoorbeeld de vaste bewoners even naar een tijdelijke woning gaan. En dan worden de antikrakers ingezet totdat het echt gerenoveerd gaat worden en daarvoor toestemming is gegeven. Mm-hmm. Er is ook nu met de economische crisis een periode geweest dat veel bouwprojecten stil lagen of dat daar vertraging in zat. Dus dan wonen antikrakers relatief lang op zo'n plek. Maar dan is het wel, je hebt geen huurrechten. Je hebt een contract, het is een bruikleencontract. Mm-hmm. Jij beheert zo'n pand voor die antikraakorganisatie. En jij hebt dus eigenlijk gewoon helemaal nergens recht op. Zij maken uit wanneer jij eruit moet. Er staan soms bepalingen in die echt niet fijn zijn. Bijvoorbeeld dat ze gewoon maar binnen mogen komen in jouw persoonlijke ruimte. Daar nog zelfs over kunnen gaan klagen ook dat het niet goed opgeruimd is en dat soort dingen. Dat gaat best wel ver. Dat maakt echt inbreuk ook op jouw privacy. Dus je mag je echt afvragen van hoe. Dat is eigenlijk, het is gewoon geen prettig wonen af en toe meer. Ze kunnen jou ook als verhuisservice gaan gebruiken. Allemaal onder druk, omdat jij die rechten niet hebt. Dus je wooncontract is op te zeggen op hele korte termijn? Ja, binnen 2 weken of 1 maand. Binnen 2 weken? Vaak, binnen 2 weken is soms een hele normale termijn. En als dat gebeurt, stel nou die antikraakorganisatie die jou daar geplaatst heeft, die zegt je contract op. Mm-hmm. Gaan ze dan iets anders voor je regelen? Of? Zo vaak niet het geval. Of ze hebben niks beschikbaar, want het is ook allemaal, moet er net maar zijn. Dus je leeft eigenlijk voortdurend in de wetenschap dat je over 2 weken eruit zou moeten kunnen? Ja, dat wordt jou ook heel duidelijk verteld. Mm-hmm. Maar je moet je wel inschrijven, je moet je wel als een perfecte bewoner gedragen. Je mag vaak geen feestjes geven. Ik heb zelfs al gehoord via de bond dus dat een meisje werd aangekeken op hoe haar huisgenoot zich gedroeg. Ja, waar ze niks aan kan doen. Dus je wordt gewoon gezien van als, je moet een modelbewoner zijn, maar je wordt ook ontzettend onder druk gezet in een situatie die al precair is, waarin jij al heel veel moeite hebt om iets te vinden en daar iets fijns van te maken. Want een kantoorpand, sorry, ik heb er zelf ook in gewoond, het is geen normale woning. Nee. Het blijft een soort artificiële ruimte. Je hebt daar zelf ook
persoonlijk ervaring mee, hè? Ja, begrijp ik. Klopt. Je hebt zelf ook via dat soort constructies gewoond. Ja, via Camelot heb ik gewoond, via Intervest en via Bewaakt en Bewoond. Dus ik heb met 3 organisaties ervaring. En veel moeten verhuizen als gevolg daarvan? Ja, ja, zeker. Ja, ik heb er niet langer, bij alle 3 heb ik niet langer dan 1 jaar kunnen wonen. Mm-hmm. Dus dan ben je alweer onderweg naar de volgende. Goed. Ik ga even naar Ruben. Dit is een specifiek verhaal over het flexibiliseren van de woonmarkt of van onze woonrechten. Maar iets vergelijkbaars is aan de hand op de arbeidsmarkt. Als we het hebben over flexibilisering van arbeid, wat betekent dat specifiek? Daar bedoelen we eigenlijk alle constructies mee die erop gericht zijn om zo meer mogelijk zekerheid te bieden aan werknemers. En zoveel mogelijk vrijheid aan werkgevers om werknemers in te zetten op de manier zoals zij dat willen. En dus ja, je kan er eigenlijk alles onder scharen. Tijdelijke contracten is een duidelijk voorbeeld, maar ook uitzendwerk, payrollconstructies. Je kan het zo gek niet bedenken. Of als het tijdelijk is en onzeker, dan bedoelen we daarmee flexibilisering van de arbeidsmarkt. Wat zijn payrollconstructies? Een payrollconstructie is bij een uitzendbureau die bemiddelt tussen de werknemer en de werkgever. En een payrollbedrijf heeft nadrukkelijk die functie niet. Dus jij solliciteert bij een werkgever. Die zegt van, prima, ik wil je hebben. Maar formeel kom je in dienst bij een andere partij. En het enige dat die partij doet, is jouw salaris betalen. En via die weg omzeilen ze dat werkgeverschap. En dus de rechten worden op die manier verdeeld, waardoor het onzeker wordt. En is deze vorm van arbeid, deze vorm van betrekking tussen werknemer en werkgever, of juist het ontwijken van zo'n betrekking, is dat iets wat steeds wat meer voorkomt tegenwoordig? Is dat een ontwikkeling? Ja, steeds meer. Als je kijkt naar wat cijfers, de flexibele constructies zijn sinds 2003 ongeveer verdubbeld. Hm. En dan heb ik het zowel over de constructies van wat betreft de tijdelijke duur, als ook de onzekerheid van de hoogte van je inkomen. Want je kan wel een min of meer vast contract hebben, maar als dat een nulurenconstructie is, dus dat je niet zeker weet hoeveel uur je per week aan het werk kunt, dan valt het daar ook onder. Dus dat biedt op 2 manieren onzekerheid, zowel qua tijdsduur als qua hoogte van je inkomen. En wie raakt dit specifiek? Gaat het specifiek om laag opgeleide mensen of ook hoog opgeleide mensen? Gaat het om jongeren of ook ouderen? Is er een specifieke groep die hier meer mee te maken heeft? Of wat moet ik me daarbij voorstellen? In principe zie je het over de hele linie op de arbeidsmarkt voorkomen. Zowel bij laag opgeleide als bij hoger opgeleide. Op zich zijn de flexibele constructies bij jongeren het meest toegepast. Dus bij jongeren onder de 25 hebben we het over ongeveer 65% die een flexibel contract heeft. En bij jongeren tot 35 is dat ongeveer de helft. Dus 50% van hen heeft een flexibel contract of heeft geen zekerheid over de hoogte van zijn inkomen. Als we het nou hebben over die 2 vormen van flexibilisering op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt, is er een verband tussen die 2? Houden die verband met elkaar op de een of andere manier? Ja, zeer zeker. Ja, wij hebben ook daarin wel een vraag naar Jonge United. Omdat jullie wel zeggen bijvoorbeeld in jullie folder van, iets wat vaststaat is in ieder geval je huur. Je huur betaal je wel, maar de rest is onzeker omdat je heel vaak een tijdelijk contract hebt qua werk. Maar wij hebben eigenlijk daarin een vraag naar jullie van, hoe is dat eigenlijk wel zo? Hoe wonen jullie jongeren, jullie doelgroep? Want wij hebben het idee van, huur staat eigenlijk ook helemaal niet meer vast tegenwoordig. Ja, dus dat is een vraag voor hoe wonen die jongeren? Kijk, het voorbeeld is denk ik vooral een soort metafoor gekozen voor vaste lasten. Dat iets dat vaststaat, daar hebben we allemaal mee te maken in het leven. Jij geeft aan van die huur, dat is wel te nuanceren dat die vaststaat. Maar wij proberen dat te koppelen, die vaste lasten, aan dat je inkomen schommelt. En dat je dus op die manier in problemen komt wat bestaanszekerheid betreft. Ja. En de jongeren die ik spreek,
Die hebben heel veel problemen op de woningmarkt. Ja. Ofwel ze blijven gedwongen thuis wonen bij hun ouders. Of ze komen inderdaad in die tijdelijke constructies terecht waar jij het over hebt. Maar bovenal hebben die jongeren helemaal geen keuze. Het is een gedwongen manier van leven. Want op het moment dat je die vastigheid wilt of die zekerheid, wat iedereen aangeeft, ja, op een paar reizigers na misschien, maar dat is een soort tijdelijk aspect misschien van jong zijn, dat je wilt reizen of iets dergelijks. Hè? Maar, is het ook voor studie of... Bijvoorbeeld, ja. Maar iedereen geeft aan van ja, die zekerheid die willen we juist graag hebben. Hè? En dat is zeker een doel dat iedereen heeft, maar wat ontnomen is op dit moment. Mm-hmm. En het is ook geen keuze. Nee, dat vinden wij inderdaad ook. Het is ook gewoon zelfs beleid. Ja. Want de VVD is hier natuurlijk al een tijdje mee bezig. Stef Blok op het woningbeleid ministerie. Die is al eigenlijk sinds 2009 gewoon bezig om deze boel af te breken. Mm-hmm. Om het gewoon toenemend flexibel te maken. Daar schamen ze zich ook niet voor. Dat steken ze niet onder stoelen of banken. Dat is, duidelijk. De flexibiliseren wordt vaak gebruikt als een positieve term door heel veel politici. Die zeggen, ja, het is eigenlijk leuk. Je zit nergens aan vast. Je kunt zomaar ergens anders heen. Ja. Het nomadische bestaan, hè, waar je het straks al over had. Dus het wordt in zekere zin, je zou kunnen zeggen, geëstetiseerd. Het flexleven. Ja, lekker in een tiny house wonen. Of een pop-up city creëren. Of een pop-up winkel. En niet vastzitten aan je werk geven. Ja, goed, iets dat flexibel is, dat breekt niet zo snel. Dat zit er een soort van achter. Maar de praktijk is dat het alleen maar in het voordeel van de werkgever werkt en niet in het voordeel van de werkers. Die hebben er helemaal niks aan. Hoe werkt het in het voordeel van de werkgever precies? Op zichzelf is het voor werkgevers op de korte termijn goedkoper. Als je kijkt naar wat het voor effect heeft. Als je in flexibele constructies werkt, betekent dat je telkens opnieuw begint. Want je werkt ergens misschien 2 jaar, nou, misschien wat korter, wat langer. Maar op het moment dat je op zoek moet naar een andere werkgever en je komt daar, dan begin je weer op nul. Mm-hmm. Dus op die manier bouw je niet iets op wat vaste werkers wel hebben. Mm-hmm. En dat verschil dat kan oplopen tot gemiddeld wel 30%. Dus dat is substantieel. Dus dat is het voordeel dat de werkgevers op korte termijn hebben, maar op de lange termijn, ja, weet je, wie is erbij gebaat? Het gaat er ook om hoe je de maatschappij wil zien. Zie je werkers als een soort wegwerpproduct die gewoon korte tijd zich uit de maat moeten werken en vervolgens weer ergens dat opnieuw moeten gaan doen? Totdat de mensen uit de boot vallen en sowieso voor zichzelf niks op kunnen bouwen. Daar waar de werkgevers weglopen met alle winst. Of ben je meer voor een maatschappij waar dat eerlijk verdeeld is? Ja. Dat werkgevers, een goed bedrijf wordt gegund. Mm-hmm. Maar jongeren die werken of mensen die werken in zijn algemeenheid iets op kunnen bouwen met werk. Want dat is tenslotte waar je het voor doet. Nou ja, het gaat inderdaad om een leven kunnen opbouwen. Ja. En wonen is gewoon een basisrecht, een vaste verblijfplaats, een plek waar je je thuis voelt, waar je iets op kan bouwen met mensen die jou dierbaar zijn. En op dit moment is, wat jullie volgens mij een van jullie slogans ook is, tijdelijk wonen is eigenlijk gewoon een gratis anticonceptie. Dus mensen krijgen liever geen kinderen meer of worden daar zelfs op aangekeken. Want waarom krijg jij een kind terwijl jij een campuscontract hebt? Ja. Jij weet toch dat je daar binnenkort uit moet? Dat is toch ongezond voor jouw kind? Ja. Waarom doe jij dat? Ja. Dus je wordt er zelfs moreel op aangesproken. Ja. Op deze flexibilisering die jij dus niet zelf veroorzaakt hebt. Ja. Goed, het is duidelijk. Het is niet wenselijk. Het is lang niet zo positief en rooskleurig als dat het wordt gepresenteerd in de media en door politici. Maar we zitten hier ook omdat jullie daar allebei in je eigen praktijk iets aan doen. Jullie voeren daar actie tegen. Ja. Wat doet de Bond Precaire Woonvormen tegen flexibilisering? We zijn net een landelijke campagne begonnen. Fuck Flex. Hashtag Fuck Flex. Fuckflex.nl. Dus wij lanceren 4 posters waarin dus eigenlijk heel kort wordt benoemd van ik sta ook op een van die posters. Dit is de situatie van die persoon en een quote bij van ik heb dit meegemaakt. Bijvoorbeeld, ik moest mijn woning uit, want er kwam iemand anders in. En dat was, dan noemen wij dat precariteit binnen precariteit, de flexibilisering binnen flexibilisering.
Mensen worden gewoon in tijdelijke constructies in hun huis geplaatst, waarvan ze weten van ik moet hier binnenkort alweer uit. Mm-hmm. Dus ja, wat doen wij daaraan? We hebben eigenlijk nu een folder ook uitgebracht met een stappenplan. Wij krijgen dingen binnen, klachten of verzoeken van mensen die in een moeilijke situatie zitten. Wij leggen contact met die persoon. We gaan de situatie onderzoeken. Wat is hier aan de hand? Met welke contracten hebben wij te maken? Waar hebben ze wel of niet recht op? Kloppen die contracten en al die bepalingen? Dan gaan we contact leggen met die persoon. Om ook even uit diegene zelf te horen. Wat is je situatie? Waar heb je mee te maken? Heb je ook contact met andere huurders om je heen? Hebben meer mensen hier mee te maken? En dan proberen we dus gelijk te kijken van kunnen we een solidariteitsnetwerk opbouwen? Dus kunnen we die mensen aan elkaar verbinden? Kunnen we een vergadering plannen met alle betrokken mensen, zodat ze dus een blok kunnen gaan vormen? Want in je eentje sta je heel zwak. Dus je moet het opnemen tegen bijvoorbeeld een anti-krakenorganisatie of tegen een corporatie. Dat is gewoon heel erg lastig en vooral ook heel erg stressvol voor iemand. Want je zit dan met allerlei onzekerheid. Dus daar sturen wij op aan. En mocht het dan echt uit de hand lopen als die organisatie nog steeds iets heeft van nou bars maar, je moet eruit. Mm-hmm. Dan zetten we of een advocaat erop. We hebben ook advocaten binnen onze organisatie. Dus dan gaan we het via de juridische weg spelen. En daarnaast zijn er ook nog acties mogelijk. Dus bijvoorbeeld bij zo'n woningcorporatie of bij een anti-kraakorganisatie. Dat we eens langsgaan, dat we eens zeggen van hey, wat is dit? Dit kan niet. En publiceren dus ook. Dus artikelen schrijven, we brengen het in de media. We stimuleren de bewoners om zelf een Facebookpagina op te zetten of een Twitter-account. En laat maar horen aan de wereld wat er zich afspeelt. En dan als je bij zo'n woningcorporatie langsgaat, dan maak je dus gebruik van het netwerk wat je gecreëerd hebt. Ja, we zitten door heel Nederland en we hebben zelfs al afgedwongen dat er kamervragen gesteld zijn door onze acties. Dus zelfs dat de minister moest beantwoorden aan de vragen die gesteld werden. Dus wij proberen dus die met een groep, dat solidariteitsnetwerk, proberen wij dus zodanig te creëren en uit te breiden dat geluid gehoord moet worden. Mm-hmm. Ruben, is dat een herkenbaar verhaal? Wat doen jullie ongeveer met de vakbond? Wat wij nu aan het doen zijn is onze nieuwe campagne draait om drie punten. Hè. We willen zorgen voor vaste banen als het werken is. Een vast loon en weg met voor jou 10 andere cultuur. Hè, om respect en waardering tot uitdrukking te brengen voor de mensen die het aangaat. Dat doen we door jongeren nu te mobiliseren, door ze aan te spreken op straat, politieke bondgenoten te zoeken hè, die ook bezig zijn of bezig gaan met dit thema. En de eerste stap daarbij is eigenlijk te zorgen voor bewustwording. En voor heel veel jongeren is dit eigenlijk normaal geworden, deze situatie. Ze weten simpelweg niet beter, want hè, deze hele constructie is meer en meer en meer geworden in de tijd dat zij volwassen zijn geworden. Dus ze weten niet beter. En dat is de eerste stap. En vervolgens willen we ze daarmee een spiegel voor houden om te zorgen dat ze in actie komen. En daar gaan wij ze bij helpen. En dat gaan we doen door eigenlijk twee wegen te bewandelen. We willen werkgevers aanpakken om het uit onzichtbaarheid te trekken. Hè. Dus werkgevers die er een absoluut zootje van maken, daar willen we actie bij gaan voeren. En we zouden dingen kunnen doen als werkgevers die het wel goed doen om die bij wijze van spreken een bloemetje te sturen. Maar in ieder geval duidelijk te maken dat het gewoon kan, dat het mogelijk is om een bedrijfsvoering te hebben waarbij zowel de werkgever blij is en de werknemer zekerheid opbouwt. En daarnaast willen we actie ondernemen richting de politiek, bondgenoten zoeken en de mensen die niet mee willen doen of niet onomwonden hun steun uitspreken, om daar gewoon achteraan te gaan en te zorgen dat ze dat wel gaan doen. En dat het moeten gewoon toffe acties zijn. Dingen die makkelijk zijn om bij in te stappen. We willen zorgen voor een breed gedragen campagne. Nu zullen mensen natuurlijk zeggen, ja, maar ik zit in een flexibele arbeidssituatie. Ik ben afhankelijk van de goodwill van mijn werkgever. Ja. Ik ga hier nu niet met een bord actie staan voeren voor de deur van mijn eigen werkgever. Want dan vlieg ik er meteen uit. Ja. Hoe gaan jullie met dat probleem om? Ja, het is een beetje cru om te stellen, maar als je niks doet, dan gebeurt het ook. Vlieg je er ook uit.
Die kans is in ieder geval heel groot. Dat is juist waarom het belangrijk is om wel in actie te komen. Mm-hmm. Het leuke aan deze campagne is dat we gaan niet per se bij je werkgever op de stoep staan. Mm-hmm. We willen werkgevers als voorbeeld gebruiken. En we kunnen dus heel goed bij een werkgever actie gaan voeren waarbij je als jongere niet werkt. Dus onze eerste actie was bijvoorbeeld bij Pathé, 15 juni. Nou, dat bedrijf dat heeft verleden jaar 20 miljoen winst gemaakt. Dat is ruim, de bioscoop. De bioscoop. Mm-hmm. Maar 85% van de jongeren werkt daar op een flexibel contract. Bizar veel. Nou, door daar actie te voeren, trekken we dat uit de onzichtbaarheid en maken we duidelijk van dit kan zo niet. Mm-hmm. Maar je hoeft daar niet per se te werken om daar actie te voeren. Dus dat maakt het wel prettig en toegankelijk, denk ik, om onderdeel uit te maken van deze beweging, van dit netwerk. Dus in zekere zin hoor ik iets vergelijkbaars als in het verhaal van Eline. Je hebt een netwerk nodig. Ja. Je moet mensen aan elkaar verbinden die in een vergelijkbare situatie zitten, maar toch allemaal in een andere. Ja. En dan daar een soort solidariteitsrelatie tussen zien te creëren als beweging. Ja, en waar je toch wel met z'n allen beter van wordt. Dus het is minder een soort individuele strijd, maar je hebt er wel absoluut belang bij als jongere dat dit wordt aangepakt en bovendien dat het verandert. Ja, ik vind het wel goed wat je zegt ook over de bewustwording creëren dus. Mm-hmm. Omdat het dus, wat je zei, van jongeren zijn zich niet echt meer bewust dat dit, mm-hmm. zijn het normaal gaan vinden. Dat zie je bij wonen ook. Oh, het is toch inderdaad leuk om flexibel te wonen. Mm-hmm. Ja. Maar dat valt dus vies tegen en ik denk dat we daar wel een grote overeenkomst hebben dat het dus belangrijk is om te bedenken van dit is eigenlijk helemaal niet zo'n normale situatie. We zouden voor iedereen bestaanszekerheid moeten kunnen creëren en dat ook naar moeten streven. Ja. Zowel in politiek als bij woningcoöperaties, maar dus ook onder de mensen. Ja. Ja. Zie jij in de praktijk mogelijke verbanden wat dat betreft tussen die je aan zou kunnen gaan tussen jouw strijd en bijvoorbeeld een strijd rond arbeid flexibiliseren? Ja, ik denk dat Fuck Flex uiteindelijk daarom draait. Ik bedoel, er staat niet Fuck Flex wonen, mm-hmm. er staat Fuck Flex. Dus dat houdt ook in flexibilisering van de arbeidsmarkt, waar inderdaad heel veel jongeren, maar ook oudere mensen, heel veel mensen gewoon mee te maken hebben. En daardoor in bestaansonzekerheid zitten en geen leven kunnen opbouwen waar zij tevreden mee zijn. En wat mensen eigenlijk gewoon verdienen, wat gewoon normaal zou moeten zijn. Mm-hmm. Absoluut. Dus ja, daar zie ik zeker kansen. Oké. Een positieve noot om mee af te sluiten. Flexibilisering, zo wenselijk is het lang niet altijd. En bovendien, als we er vanaf willen, dan kunnen we er ook iets tegen doen. Dat is denk ik de conclusie voor vandaag. Dank voor het kijken en tot een volgende keer.